Goedemorgen allemaal. Vandaag gaan wij koekjes bakken. Koekjes bakken. En vandaag, dat doen we eigenlijk altijd op woensdagmorgen. En op woensdagmorgen is deze kleine draak er ook altijd bij. Heel gezellig. Ja, hè? Ja, echt wel. Dus nu gaan we eens eventjes het huis rond om bewoners blij te maken, om te komen bakken. We gaan vandaag kijken of we kunnen bakken voor de keuken. Want ja, de keuken kookt altijd voor ons en bakt altijd voor ons. En nu willen we eens kijken of we wat terug kunnen doen. Dus, daar gaan we. Zeg maar, we hebben het beslag gemaakt. En nu is Frans aan het verdelen over de vormen en dan kunnen ze zo de oven in. Wat wordt het, mevrouw Van Eck? Kan u dat vertellen? Donutbolletjes van Donna Hacks of zoiets. Donna Hey. Kaneelbolletjes. Kaneelbolletjes. Kaneel en suiker is altijd goed, toch? Ja, kaneel stopt een beetje, hè. Vriendenkoffie. Vriendenkoffie is dat ook lekker. Ja. Klopt. Rijst met bruine suiker en kaneel. Daar heeft u het wel vaker over, hè? Lekker! We gaan eens even kijken of ze gaar zijn. Wat denk jij, Maikertje? Zijn ze gaar? Pas op, hè. Stap naar achter. Oeh. Nou. Wow. Dat ziet er goed uit. Kijk eens aan. Prachtig. Zo mooi zijn ze nog nooit gelukt, hè? Allemaal zien. Kijk eens. Zo. Mooi geworden, hè? Ja, mooi kleur. Ik ook. Ik krijg er één mee, hè? Ik ga er eentje voor u snijden. Tada! Ik krijg er mee. Is het lekker? Ja. Ja? Smikkelen en smullen. Toch, meneer Uil? Ja. Smikkelen en smullen. Nou ja, we gaan nu de koekjes naar de keuken brengen. Geen een van de bewoners wilde mee, ik weet ook niet waarom. Maar ben benieuwd wat ze ervan vinden. Daar gaan we. Wij hebben wat lekkers voor jullie gebakken. Onze baard, niemand wilde mee om het te komen brengen. Kijk, sta je meteen aan. Lekker! Lekker, joh! Wat lekker, dankjewel! Lekker hoor, een cakeje met suiker erop en zo. Appels? Nee, het zijn echt kaneel donuts van Donna Hay. Geloof het niet.